Take your marks. Baan 1, Marije van der Mast voor PSV, voor Zuid-Afrika. Baan 2, La Hesta Kemp. Baan 3 voor NTC, Saskia de Jonge. Baan 4 voor ZTC Amersfoort, Rienike Tering. Baan 5 voor deze ZTC, een houtsleurder van het leeftijdsrecord 15 jaar, Marit Steenbergen. Baan 6 voor Aquamigos, Laura van Engelen. Baan 7 voor ZV 44, Gabrielle Bol. En op baan 8 voor PSV, Soraya Wasser. Rustig start hier deze ochtend voor de zwemsters. We hebben geen tijden die rondom persoonlijke toptijden liggen. En een keer 100 meter. Steenberg met 58-25 aan de leiding. De tweede tijd voor de jongen 58-38. En de derde tijd is er voor de Kittering 58-99. Dering vorig jaar de zilveren medaille winnares op deze afstand. Femke Heemskerk toen hier in het water op de 200 meter vrije slag. Een mooie tijd. Dicht bij het wereldrecord hier, maar de Steenbergen nu aan de leiding. 1.27.79. Gaan we toch iets onder haar persoonlijke tijd. Versnelling van Steenbergen in die laatste 100 meter. Kijken wat zij hier gaat doen. Welke tijd gaat zij zwemmen? We zien het wel dichter bij elkaar komen. En Steenbergen met een lengte voorsprong gaat als eerste aantikken. In 1.58.28. En dat is dan mooi nog aan het einde, een mooie versnelling. 1.58.28 is een leeftijdsrecord, 15 jaar. En de limiet voor EK Netanya. En dan ziet u de uitslag officieel, inderdaad, naar EK Netanya, Marit Steenbergen. Dan ziet u de officiële uitslag van programma nummer 6. 8 zwemmers en vervolgens de zwemmers en zwemsters voor de finale.